Very good morning, everybody. This is Leon. Welcome you to join today's Huawei Faster Track webinar. I'm a director for the Western Europe Promoted Country, EBG. We will have a full session for today. Of course, the first from me, I will give an overview update about Huawei and Huawei Europe, including Huawei Netherlands. The following, we will have a Huawei Faster Track promotion introduction, also solution and product. The final target we will put at the summary and questions. So if you have any question, you can ask in the last session. So for myself, I'm managing for multi-country EBG. Multi-country means Benelux, Portugal, and Ireland. So of course, the most important is the Netherlands. So that's why we start from the fast track from Netherlands from today. So first, I'd like to lead you to see the overall of Huawei progress in last year. So if you look at the overall information about Huawei, currently we have 197,000 employees. The business covers more than 170 countries. Huawei always very, you know, focused on R&D. So more than 50% of employees was focusing on the research and development. If you look at the investments in R&D, we are ranking number two globally last year. So if you see who is number one, Google is number one, Microsoft is number three, and Apple for investment is number five in globally. So currently in the global Fortune 500, we are ranking numbers 44, which is increased in the past, continually increased in the past 8 years. In globally, we also have a very well recognition. If you look at the Boston Consulting Group, for the most innovative companies in 2020, Huawei is ranking number eight. If you see the brand finance, which is means brand value of Huawei, we are ranking number 15 of the brand finance global for Fortune of Global 500. So let's stay at Huawei Europe, because we see we are in Europe, we serve for Europe, and we are always working for Europe. So we have 12,000 employees working in Europe, and we have 74% of local employees working for Europe. If you see the overall revenue in Europe in 2020, we contribute 15.5 billion. There are 23 research institutes we have in Europe to help Huawei continue to develop the technology, and also we are trying to set up more than 7 customer training centers in Europe. In Netherlands, we have one in our headquarters in Rijswijk. There's more than 140 institutes of the higher education or research covered by Huawei investment. So we invest more than 1 billion a year to for support those kind of investments for the research. You see, Huawei have been working in Netherlands for 16 years. We continue service different kind of vertical. Telecom always come the biggest vertical for us. In the same time, we always do a lot of investments at the different government vertical, education, transportation, and also large corporations. What we support Netherlands to get a success, the most important is we have partner. And also we have employees. There's more than 540 employees working in Netherlands to support the customer in this market. Currently our headquarters is in Rijswijk, and we have a customer experience center, and we also, you know, have a lot of joint innovation solution with the partner, which is showing in the experience center. So hopefully you can come here and join us together to see the solution, to see the innovation, and even we can also do the joint innovation together. So after this session, I will hand over to Kenneth. So please, Kenneth. Thank you very much, Leon, for the introduction. As we are with all Dutch attendees, I will switch over to the Dutch language. So I hope hopefully Leon is understanding a little bit of it, so he will take a part of it with him. Zo, oké, goedemorgen iedereen. Alvorens ik ga beginnen met de introductie over de fast track promotie die we zeg maar het eerste half jaar willen gaan starten.
zal ik even een korte introductie van mezelf geven. Ik ben zelf Kennensuchi gestart eigenlijk 1 december 2021, vorig jaar. En als director voor het kanaal. De channel die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn, heeft puur te maken met de channel managers die we hebben staan op dit moment in de markt. En die worden, zeg maar, onder onze leiding wordt dat natuurlijk vrij veel gespecificeerd en wordt de aandacht heel veel overgebracht naar wat hebben we nu op dit moment op het networkinggebied in ons portfolio. Een stukje vanuit van mijn verleden. Ik ben in 88 begonnen bij ACAM. ACAM werd overgenomen door Aslan. Aslan werd overgenomen door TechData. En TechData, daar heb ik zeg maar dat laatste jaar van die 15 jaren heb ik gezeten. Toen heb ik de switch gemaakt naar Ingram Micro. En daar ben ik verder gegaan. Eerst startend als productmanager. En later ben ik eigenlijk meer en meer leiding gaan geven aan de units binnen Ingram op het value tak. Denk aan de datacenter afdeling. En de afgelopen 6 jaar ben ik verantwoordelijk geweest voor het Cisco team binnen Ingram Micro. Dat eigenlijk is een stuk historie van mijzelf uit. En sinds 1 december, zoals ik dat eigenlijk al aangaf, actief bij Huawei als channel director. Kijk ik even naar het stukje over Fasttrack, de introductie van Fasttrack 2.0. Hebben we dat eigenlijk gebaseerd op 3 pilaren. Waarom Fasttrack? Nou, als eerste hebben we dat gezegd, oké, wat kunnen wij en wat kunnen we aan de markt bieden gezien de problematieken die we op dit moment in de markt hebben. De wereldwijde chiptekorten die we op dit moment hebben, is geen uitzondering meer. We zien dat het een ongoing crisis is dat we hebben. En de aanvragen van apparaten, waaronder de networking apparatuur, zijn zo groot dat het aanbod wat er is aan die chipsets, dat is gewoon gering. Dus ja, goed, dat is dan wel een moment tot wij als Huawei zijnde natuurlijk wel het verschil kunnen maken. We zien ook dat meerdere industrieën daar last van hebben. Dus niet alleen de networking part die we hebben, maar we hebben ook te maken bijvoorbeeld met autofabrikanten die daar problemen mee hebben. Er komen kleine huiscomputers die daar problemen mee hebben om leverbaar te zijn. Dus we zien dat het steeds meer en meer een probleem gaat worden. Dat niet alleen voor nu geldt, maar we zien ook dat het de aankomende 2-3 jaar nog een probleem zou kunnen zijn. Nou goed, dat is een van de redenen waarvan we zeggen, oké, dan moeten we eigenlijk komen met het product wat we wel continu kunnen leveren. En dan kom ik bij het tweede gedeelte uit. De korten die op dit moment het meeste pijn doen is bij de computerfabrikanten. Die zorgen voor een hele lange levertijd. En die levertijden gaan ook nog eens een keer gepaard met prijsverhogingen die we voorbij zien komen. Die prijsverhogingen, ik gaf net ook al aan van de afgelopen 6 jaar. Heb ik het Cisco-team geleid bij Ingram Micro. Vorig jaar april, maart april, begon eigenlijk al de prijsverhogingen bijvoorbeeld Cisco. En je ziet dat dat elke keer maar wordt doorgezet. Ze hebben in februari hebben ze een prijsverhoging gehad. In maart is er alweer een prijsverhoging aangekondigd. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kan dat ook ten koste gaan van de profitability van onze partners, jullie allemaal. En natuurlijk ook vanuit de distributeurs gezien. Dus dat is ook een reden waarbij wij door onze stabiliteit in het leveren van onze eigen chipsets daar het verschil in kunnen maken. En dan hebben we nog eens een keertje, dat is het verlengde van de tweede reden. De derde is dat wij zo'n danige voorraad hebben op onze eigen chipsets. Dat wij zien dat wij dat voor de aankomende 5 jaar in ieder geval kunnen aangeven dat wij niet met hele lange levertijden kunnen komen. We hebben een productportfolio samengesteld van de Fasttrack producten die wij in ieder geval binnen 2 weken kunnen leveren. Wil niet zeggen dat we alles binnen 2 weken kunnen leveren, vandaar dat we daar een segment in hebben gemaakt. Maar dat zal ongetwijfeld vele malen korter zijn dan op dit moment van de meeste vendoren die we in het networking portfolio hebben zitten. Dat is voor ons de 3 redenen geweest, de 3 pilaren geweest om te zeggen, we gaan het aankomende half jaar, gaan we hiermee flink de weg op om te laten zien dat wij wel spullen kunnen leveren. En hoe en wat willen we dan ook daaraan gaan vastkopen? Een incentive. We willen vanuit Huawei willen we een heel mooie incentive daarvoor opzetten om onze partners daarbij te gaan bedanken. En hoe willen we dat gaan doen? We gaan dat even bekijken. Oké, we gaan van januari tot en met maart zien we wat voor tractie dat zou kunnen hebben in de markt. En vanuit het hele traject die we hebben, vanuit januari
Tot en met 30 juni willen we dan een incentive opzetten waarbij we onze partners willen bedanken en onze distributeurs willen bedanken voor het vertrouwen hebben in Huawei. En onze drie distributeurs die we hebben, Arrow, Exclusive Networks en Exertis, die zullen ervoor zorgen dat wij samen met z'n allen, met onze partners, deze incentive kunnen dragen en draaien, waarbij de 6 best performing partners, samen met de distributeurs, een trip naar Thailand kunnen gaan verdienen, die gebaseerd is puur op revenue. He, puur als bedankje voor het vertrouwen hebben in Huawei. De trip zelf is gepland voor in september. Dus gaan we er ook een beetje van uit tot de versoepelingen die zijn aangekondigd, tot het dan al in een verder gevorderd stadium zal zijn. Nog even terugkomend op onze Fast Track campagne. Hoe maken we geluid? Hoe kunnen we de markt dat laten weten? Dat is samen met jullie allemaal. Samen met onze accounts van onze partners en nieuwe partners. Maar ook onze huidige partners die we hebben en de distributeurs. Willen we samen heel veel geluid in de markt gaan maken. Waardoor we kunnen laten zien dat het niet altijd een probleem hoeft te zijn. En op welke support kan je rekenen vanuit ons, vanuit Huawei zijnde. Dat zijn onze account managers die bij de accounts lopen van onze partners. Onze channel managers die de zaken kunnen behartigen vanuit onze partners. Onze solution managers en niet te vergeten de services support. Die je altijd kan raadplegen op het moment dat je zegt van oké, daar hebben we wat meer hulp bij nodig op het technische vlak. En ook onze services activiteiten op het high care en het co care, die zullen natuurlijk altijd van toepassing blijven. Dat even in de notendop de introductie naar het Fast Track gedeelte. En dan wil ik graag het woord geven aan mijn collega Dennis, die het wat inhoudelijker zal gaan maken. Nou, helemaal goed, Kenneth. Dank je vriendelijk. Ik zie al wat duimpjes bij de berichtgeving dat er een trip is gepland naar Thailand. Dus dat is positief, positief. Goedemorgen iedereen, mijn naam is Dennis Tersijn. Ik ben Director Solutions Sales bij de Enterprise Business Group, bij Huawei in Nederland uiteraard. En vandaag neem ik jullie mee in een overzicht van wat wij kunnen bieden met het portfolio wat binnen de Fast Track promotie valt op dit ogenblik. Maar laten we in eerste instantie met elkaar even kijken waarvoor die producten nou eigenlijk nodig zijn en de ontwikkelingen in de markt. Of misschien zelfs wel de drivers voor de technologieën die wij naar de markt brengen. Daarbij zou je kunnen denken aan allerlei nieuwe applicaties en services die geboden moeten gaan worden bij onze klanten. Denk daarbij aan virtual reality in educatiegebied. Of misschien zelfs wel in de industrie om allerlei pijpleidingen te scannen of maintenance daarop uit te voeren. Dus zeker dit soort technologieën zien we op ons afkomen. En daar zijn ook technologieën voor nodig onderliggend voor de connectiviteit. Om de mensen en ook de devices met elkaar te kunnen verbinden. Ja, een van die technologieën is wireless en in enterprise omgeving wifi technologie. Waar heel goed gebruik gemaakt zou kunnen worden om dit soort applicaties te brengen uiteindelijk in de omgeving. Dus wifi is zeker onderdeel van de Fast Track promo. Dan zijn er niet alleen applicaties zoals deze. Het is ook de grote hoeveelheid mensen en alle devices die zich met zich meebrengen. Ik denk als je naar jezelf kijkt, heb je waarschijnlijk wel iets van een smartphone of een tablet bij je. Maar in de enterprise omgeving hebben we ook steeds meer te maken met domotica, sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid. CO2 in scholen wordt steeds belangrijker om dat goed in kaart te brengen en er ook iets mee te gaan doen. Maar ook in andere sectoren, neem bijvoorbeeld healthcare, waar we al kunnen denken aan pratende bloempotten, slimme luiers, waarbij gewoon gemeten wordt wanneer dat vervangen moet gaan worden of mensen geholpen moeten worden. Dus in elke industrie, in elke vertical, in elke sector waar onze klanten zitten, is er wel iets waar die technologie voor nodig is, waar wireless technologie voor nodig is. Of de netwerkcomponenten, waar deze promotie voor bedacht is, gebruikt kunnen worden om meerwaarde te kunnen bieden. Zo ook in omgevingen waar al veel gebruik wordt gemaakt van robots. En ons eigen magazijn in Eindhoven is daarvan een goed voorbeeld, waarbij wij al een aantal jaar gebruik maken van AGV's, of Automated Guided Vehicles, waarbij eigenlijk robots die rondrijden, de order picking doen, vorkheftruckjes die volledig automatisch, autonoom in rondrijden om de producten uit de schappen te halen, om er uiteindelijk voor te zorgen dat wij op een hele slimme, efficiënte manier
ook de producten naar jullie toe kunnen brengen en naar onze eindklant kunnen brengen. Dit is overigens ook een belangrijk onderdeel van deze Fast Track promotie. Wij kunnen binnen 2 weken leveren, omdat we deze producten ook in Nederland op voorraad zetten. En daarom kunnen we ook garanderen dat binnen 2 weken deze producten bij jullie op de stoep staan. Gebruik maken van de technologie, gebruik maken van dit soort ATV's, snel de producten ook naar de markt brengen. Dus dit wilden we toch aan jullie meegeven. Maar om dit soort applicaties of robots te kunnen gebruiken in de omgeving, ja, moeten we goed gaan kijken van wat moet er dan vervolgens ingericht gaan worden. Veelal wireless, hè, dus als we het over virtual reality of augmented reality hebben, dan is dat waarschijnlijk iets wat draadloos ontsloten moet worden, want je wil wel mobiel zijn. Zo'n brilletje voor je ogen, daar zitten toch 2 schermpjes in, hè, 2 4K schermpjes in. Dus het is wel belangrijk dat je daar niet ziek van wordt. Hè? Want als dat uit sync zou zijn, dus er zou te veel latency op het netwerk zijn en het beeldmateriaal komt niet op tijd aan of in de verkeerde sequence op het virtual reality brilletje. Ja, dat betekent dat je evenwichtsorgaan daar vreemd op reageert en er zelfs ziek zou van kunnen worden. Nou, dat is, als je thuis een spelletje zit te spelen, dan stop je met een spelletje spelen. Maar als je het over educatie hebt en de kindertjes worden ziek, of als je het over het inspectie hebt van een pijpleiding installatie, ja, dan wil je niet dat mensen daar ziek van worden, want dan sla je de plank volledig mis. Dus het inregelen van zo'n netwerk en de juiste componenten daarvoor kiezen is cruciaal. Dat geldt ook voor de kantooromgeving waar we steeds meer te maken krijgen, zeker in deze tijd met bijvoorbeeld videoconferencing. High resolution videoconferencing ook, 4K camera's en beeldschermen, dat is heel normaal op dit moment. Ja, ook daar moet je zo'n netwerk wel goed voor inregelen, want neem de Avaya ID Hub als voorbeeld. Ja, je monteert hem op een stand met wielen, om deze ook te kunnen verplaatsen van kantoortje naar kantoortje of mee te nemen naar een andere plek waar je op dat ogenblik nodig is. Dus als je zo'n dergelijke unit met een kabel zou aansluiten, dan kun je er eigenlijk minder gebruik van maken. Dus zal je zien dat zo'n unit in een kamertje staat en op een gegeven moment niet meer gebruikt wordt. Terwijl als je hem kunt verplaatsen, biedt het daadwerkelijk meer waarde. Maar dan moet je natuurlijk wel het netwerk dan goed voor inregelen. Nou, daar zou wifi een perfecte technologie kunnen zijn. Maar wifi is ook niet de perfecte technologie voor alles wat je gaat ontsluiten. Dus zeker niet in het licht van IoT moeten we ook kijken naar welke andere wireless technologie zijn er. Om dat te kunnen doen. Dus denk bijvoorbeeld aan electronic shelf labels in de supermarkt. Dat zijn die displaytjes die je op de schappen ziet staan, waar de prijzen op aangegeven worden. Stel dat je dat met wifi zou doen. En het kleine batterijtje wat erin zit, zou de hele tijd de wifi radio en antenne in zo'n unit moeten voeden. Dan is dat waarschijnlijk binnen een uurtje leeg. Dus daar zijn andere wireless technologieën nodig om dat te kunnen doen. Een technologie als Zigbee wordt daar vaak gebruikt. Maar je zou ook kunnen denken aan technologieën als RFID in een ziekenhuisomgeving. Om de temperatuur van de medische koelkast te meten. En de temperatuur te registreren om bij te houden dat de medicijnen die erin zitten goed worden bewaard. En dus ze kunnen voor een langere periode bewaard blijven. Je kunt ook denken aan technieken als bijvoorbeeld een ultra-wideband. Waarbij je zelfs op een meter nauwkeurig zou kunnen meten wat de afstand is tussen devices. En als je die devices dan meegeeft aan mensen, zelfs ook de afstanden zou kunnen meten tussen mensen. En ja, dat is op dit ogenblik nog steeds interessant als we het hebben over bijvoorbeeld social distancing. Maar je zou ook kunnen denken aan sensoren die je via Bluetooth zou kunnen koppelen. Dus het is goed om te kijken naar wat is wireless en wat is er nodig in de omgeving om die explosie aan IoT-devices ook daadwerkelijk te kunnen ontsluiten. Nou, weten dat wij een oplossing bieden waarbij we standaard al wifi-technologie in hebben zitten, de wifi 6 standaard, of zelfs de wifi 6e standaard als de omgeving daar al klaar voor is, standaard ook al Bluetooth in zit, en alle modellen wifi access points die we op dit ogenblik voeren, bieden ook uitbreidingsmogelijkheden voor de andere wireless technologieën zoals we die net noemden. Sommige modellen is dat via een USB-poortje, maar we hebben ook daadwerkelijk modellen waarbij we in het access point door middel van PCI-sloten modules kunnen toevoegen om die extra wireless technologieën te gaan brengen vanuit 1 access point. Dat zorgt er dus voor dat je qua bekabeling maar naar 1 punt hoeft te gaan, dat er maar 1 omgeving is die je hoeft te managen,
Het zorgt ervoor dat ook al die verschillende radiosignalen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dus ook minder invloed op elkaar kunnen hebben. Al met al is er een betere gebruikerservaring en breng je de TCO van de totale omgeving daarmee enorm omlaag. En dat biedt dus voor iedereen voordelen. Dus ook energieverbruik wordt daarbij steeds belangrijker. Het managen in een omgeving van energieverbruik, maar ook in de componenten die we inzetten, wordt dat steeds belangrijker. Dan zouden we het nog kunnen hebben over de applicatie naar de cloud gaan. Daar gaan we het straks ook nog over hebben, over de componenten die we hebben toegevoegd aan de Vestrek promotie, die wat meer gericht zijn op cloud connectiviteit. Denk aan wide area networking, maar denk ook zeker aan componenten die in een datacenter, cloud datacenter gebruikt zou kunnen worden. Overal zijn de drivers en de features die wij binnen het portfolio gericht op wireless technologie in de rand van het netwerk, in de accesslagen van het netwerk. We zien daar echt een ontwikkeling. Converge van wifi en IoT, wireless technologieën, daarbij heel erg belangrijk, net genoemd. Je moet alle diensten die over zo'n netwerk heen gaan, ook op alle plekken kunnen bieden waar de medewerkers zitten. Dus zowel binnen de kantooromgevingen, op het hoofdkantoor, maar ook op de bijkantoren, branchlocaties, of zelfs misschien bij mensen thuis, eigenlijk dezelfde diensten kunnen bieden met dezelfde kwaliteit als dat ze gewend zijn op kantoor of op de plek waar ze normaal gesproken functioneren. Nou, als je dat gaat doen, dan wordt zo'n omgeving misschien best wel complex om te gaan beheren. Dus het wordt ook steeds belangrijker dat je al die verschillende locaties, al die verschillende plekken waar mensen met hun devices komen, ook daadwerkelijk vanuit één omgeving kan gaan beheren. De controle hebt over wat de kwaliteit is die een persoon brengt. Inzicht hebt over het netwerk, maar ook inzicht hebt in de dienstverlening, dus zelfs de SLA's van de services die je gebruikt. En met end-to-end bedoelen we ook daadwerkelijk vanaf de plek waar mensen toegang krijgen tot het netwerk, dat kan wireless zijn, maar ook helemaal via het WAN uiteindelijk naar de datacenters, om dat als één omgeving te kunnen managen, onder controle te kunnen hebben, dus ook network access control, maar denk ook aan automation, SDN, denk ook aan analytics, hè, dus het analyseren van de omgeving om daadwerkelijk zaken goed inzichtelijk te kunnen maken. En dat laatste is belangrijk als we het hebben over intelligent O&M. Hè, dus hoe ga je nou operative maintenance doen van zo'n omgeving? Hoe ga je dan ervoor zorgen dat zaken geoptimaliseerd worden? Nou, daar maken wij gebruik van telemetry data, dus real-time data uit onze componenten die we naar de markt kunnen brengen. En op die manier ook proactief bijvoorbeeld het wifi kunnen optimaliseren. Proactief ook daadwerkelijk verstoringen in een netwerkomgeving binnen een paar minuten kunnen detecteren. Binnen een paar minuten daadwerkelijk pinpointen waar het probleem zich bevindt. En zelfs binnen 5 minuten in 85% van de gevallen ook het probleem verhelpen. Zonder dat er inmenging is van een persoon. Dus zonder dat daar iemand daadwerkelijk naar hoeft te kijken. Dus dat brengt absoluut voordelen met zich mee als je een wat grotere omgeving moet gaan managen. Ook voor partners, stel dat je dit als een dienst zou gaan aanbieden, of meer als een MSP, zijn de mogelijkheden die wij kunnen bieden met het totale portfolio, en erom belangrijk om ook je diensten te kunnen bieden, te kunnen garanderen dat het goed functioneert, en mocht er iets zijn, ook heel eenvoudig, kan pinpointen waar die problemen zich dan uiteindelijk bevinden. En dat doen we over de hele linie. Dus dat doen we in de datacenters, dat noemen we Cloud Fabric. Dat doen we in de WAN-verbindingen, Cloud WAN. En dat doen we ook zeker in de campusomgeving met het Cloud Campus portfolio. Dit laatste zoom ik even op in. Maar ik wil jullie wel meegeven op het moment dat jullie meer vragen zouden hebben over de andere delen. Ja, kom dan eventjes bij mij terug. Stuur me even een berichtje. Of contact een van de gewaarweermedewerkers of personen bij de distributeurs. En dan kunnen we daar zeker meer over vertellen. Als we inzoomen op Cloud Campus, dus het campusdeel, dan kun je dus vanuit deze omgeving alle locaties managen. Dus het hoofdkantoor, de branchlocaties, de kleine locatietjes. Neem bijvoorbeeld retail. Je zou het hoofdkantoor kunnen doen, je zou de bijkantoren kunnen doen. Maar hebben we het over een sigarenwinkeltje wat een hele kleine locatie is? Waarschijnlijk hebben ze dan nog steeds wel dezelfde soort diensten nodig. Er is toch een kassa, ze moeten waarschijnlijk toch iets van wifi hebben. Er moet toch iets van een routertje zitten om de verbinding naar buiten te kunnen maken. Al met al hebben ze nog steeds eigenlijk wel dezelfde soort connectiviteit nodig.
alleen een iets kleiner soort device. Dus ook de componenten die we daarvoor kunnen bieden, zou vanuit hetzelfde platform gemanaged kunnen worden. Zouden we volledig plug-and-play kunnen maken, dat op het moment dat je een device koppelt aan het internet, koppelt aan de infrastructuur, dat het automatisch wordt toegevoegd op verschillende manieren. Het automatisch ook inregelen van de verbindingen, inregelen van de kwaliteiten die we bieden naar de eindgebruikers, dus de quality of service en alles wat daaraan vastzit, maar ook het security deel op basis van het beleid van de eindklant kan volledig ingeregeld worden op basis van dit platform. Vervolgens als het ingeregeld is, kun je ook volledig visualiseren wat er in de omgeving gebeurt. Dus waar bevinden die gebruikers zich, met welk soort devices, waar hebben ze toegang gehad, hoe hebben ze zich bewogen binnen de omgeving, dus hoe was de roaming van deze personen, wat was de kwaliteit van de verbinding en van de applicaties die zij gebruikten. En zelfs daar zijn mogelijkheden om zaken te gaan optimaliseren. Neem bijvoorbeeld real-time communicatie. Ook daar zijn mogelijkheden om het netwerk te optimaliseren voor dit soort applicaties. Gebruikers of applicaties ook als VIP te zien en ze prioriteit te geven boven andere applicaties of gebruikers over de hele linie. Dus dat kunnen we zowel per kabel doen, maar dat kunnen we op dezelfde manier ook voor de wifi-connectiviteit inregelen. Je zou een dergelijk platform ook kunnen gebruiken als partner zijnde of als MSP zijnde om je rapportage te doen naar je eindklanten. Want ook daar is deze tool uitermate geschikt voor om rapportages te draaien, om aan te geven wat je daarmee zou kunnen doen. Het is dus in principe een full lifecycle management platform. Dus vanaf het moment dat je zo'n netwerkomgeving gaat ontwerpen, neem je wifi plan, je wifi design, daar zou je deze tool al voor kunnen gebruiken. Als het plan eenmaal gemaakt is en je hebt bepaald welke modellen access points er nodig zijn en op welke plek ze in de omgeving gemonteerd zouden moeten worden, dan zou je dus een pallet met access points kunnen meegeven aan een installateur. De installateur, de persoon die daadwerkelijk de montage gaat doen of installatie gaat doen van het access point aan het plafond, die geef je een app op zijn smartphone. En vanuit de Cloud Campus app kan hij heel eenvoudig de barcode en het serienummer van het device scannen en deze toevoegen op de plattegronden die voortijdig al zijn ingeladen in het systeem. Waarmee we dus meteen weten welk access point waar gemonteerd is, ervan de applicatie ook configuratie gepusht kan worden en ook zeer snel dus de time to service van de omgeving daadwerkelijk daar is. Zonder dat het iemand hoeft te zijn die heel veel kennis heeft van het platform. Sterker nog, eigenlijk geen kennis nodig heeft van het platform. Nou, als het eenmaal up and running is, dan is het heel eenvoudig om te gaan monitoren. Je kunt zelfs vanuit een GIS-map, een Google Maps-achtige omgeving, vanuit een map al een overzicht kunnen krijgen van de verschillende locaties van de klant. En als je naar het platform kijkt, heeft het een multi-tenancy architectuur. Dus je hebt een systeembeheerder, je hebt een MSP beheerder en dan vervolgens de tenants. Dus die zou je ook allemaal verschillende rechten kunnen geven. Dus afhankelijk van welke rechten je hebt, kun je ook op de map bepaalde locaties wel of niet zien. Waarbij je als een MSP eigenlijk al je klanten inzichtelijk zou kunnen maken. Vanuit dit platform ook al die locaties zou kunnen managen en de juiste dienstverlening kunnen aanleveren. Al met al is het een platform waarmee we daadwerkelijk de gebruikerservaring gaan optimaliseren. Als je dat gaat vergelijken met een traditionele omgeving, een traditionele omgeving gebaseerd op een traditioneel network management systeem, waarbij we op basis van technologieën als standaard SNMP bijvoorbeeld, eens in de zoveel tijd een beetje pollen om te kijken wat de status van een device is. Vergelijk dat met telemetry data, wat real-time is, waarbij we niet meer echt van het device uitgaan, maar echt gaan kijken van wat is nu de ervaring van die gebruiker. En niet meer passief, maar proactief gaan reageren op de omgeving. Daar maken we het verschil. Dus we maken daadwerkelijk gebruik van de big data die er in de omgeving beschikbaar is, om die omgeving te optimaliseren en om er zo ook voor te zorgen dat we de KPI's van de netwerkomgeving halen en inzichtelijk kunnen maken, maar ook daadwerkelijk de SLA's van de dienstverlening. Dus het kunnen de diensten zijn van de eindgebruikers, maar ook de dienstverlening van de partner, de MSP, hier op deze call, ook daadwerkelijk goed kunnen inregelen.
Uiteindelijk zorgen we er met deze oplossing voor dat we flinke stappen voorwaarts maken richting een autonoom functionerende netwerkinfrastructuur. We hebben het al jaren over SDN, dat is meer automatisering als je het mij vraagt, waarbij we nu bezig zijn om steeds meer gebruik te maken van intelligentie op basis van de big data, AI, technologieën, algoritmes, waarmee we de omgeving kunnen optimaliseren. Op basis van de daadwerkelijke business intent, dus wat is er nodig in de omgeving, het netwerk daarop aan laten passen, naar een omgeving wat wij dan ADN noemen, hè, dus een omgeving die volledig op zichzelf rijdt, zelf functioneert, autonoom te kunnen draaien. Dit zijn de stappen die wij met dit portfolio op dit ogenblik maken, in software, maar ook in de componenten die we naar de markt brengen. En dat is het mooie, wij kunnen die componenten ook daadwerkelijk naar de markt brengen, ondanks alle uitdagingen die er op dit ogenblik zijn. Dus Kenneth heeft al wat dingetjes aangestipt. Er zijn uitdagingen met chipsets die geleverd moeten worden. Autofabrikanten kunnen de auto's niet leveren. Die maken strategisch ook keuzes om bijvoorbeeld de kleinere modellen niet meer te leveren. Zodat ze die chipsets kunnen gebruiken in de wat luxere, meer high-end modellen. Want daar verdienen ze gewoon meer geld aan. Dus bedrijven maken ook strategisch keuzes om dat te gaan doen. Gebeurt ook in onze industrie. Dus je ziet dat er een aantal vendoren zijn die misschien wat moeite hebben om hardware naar de markt te brengen. Toch nog wel aandeelhouders hebben die dus groei willen zien. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan de kosten, de prijzen gaan omhoog. Prijzen van licenties gaan omhoog. En daar hebben wij met z'n allen in deze industrie op dit ogenblik mee te maken. Nou, het is goed om te vertellen dat Huawei niet beursgenoteerd is. Eigenaars zijn een groot deel van de medewerkers. Dus daar hebben wij geen last van. Een ander deel waar wij geen last van hebben is de componenten. Wij hebben het hele proces, de hele keten, dus ons BCM systeem, Business Continuity Management systeem, volledig onder controle. Vanaf het moment waar wij producten ontwikkelen, dus zeg maar in R&D. Ik roep altijd 51% van de medewerkers is R&D personeel, maar ik zag net al dat het 52,3 of het was alweer meer. Hè? Medewerkers die echt in de ontwikkeling van onze producten zitten, doen we volledig in-house. Maar ook het fabriceren van de producten, ook dat doen wij in eigen fabrieken. Voor het fabriceren van die producten houden wij al rekening voor de komende 5 jaar dat wij voldoende componenten hebben. En chipsets is daar zeker een belangrijk onderdeel van. Voldoende componenten hebben om de hardlopers in ons portfolio naar de markt te kunnen voeren en brengen. Dus dat doen we ook. En naar de markt brengen betekent ook dat je een stukje logistiek goed onder controle moet hebben, want ook daar zijn uitdagingen in deze wereld. Er zijn uitdagingen in Amerika door weersomstandigheden, in Canada door truckers die staken. In Amerika lopen de kaders vol met containers waar producten in zitten die niet afgevoerd kunnen worden het binnenland in. In Engeland staan de kaders vol met containers die leeg zijn. En er zijn maar heel weinig partijen die lege containers naar China willen brengen. Waar ze staan te springen om lege containers om spullen weer naar Europa te brengen. Nou, ook daar hebben wij een groot deel van in eigen hand. Om ervoor te zorgen dat die producten hier kunnen komen. Dus dat het gewoon per schip toch richting Europa komt. En als het wat sneller moet, kan dat per vliegtuig. Maar zelfs daar zijn uitdagingen. Dus als je gaat kijken naar de inklaring op Schiphol van goederen, dus zeg maar de douane. Nou, daar zitten al 3 tot 4, misschien soms wel 5 weken tijd in om ze gewoon op Schiphol binnengebracht, om ze uiteindelijk het land in te krijgen. Dus het is echt uniek dat wij kunnen zeggen binnen 2 weken leveren. Ondanks de situatie in de markt waarbij we zeggen we hebben chipsetten tekorten. En waarom hebben we chipsetten tekorten? Dat is de explosie aan devices die er op ons afkomt. Er is bijna geen apparaatje meer waar geen chip in zit. Natuurlijk zijn er andere redenen waarom je in bepaalde industrieën misschien wat meer impact zal hebben. Neem die auto-industrie. Ja, er is anderhalf jaar geleden denk ik een fabriek in Japan afgebrand. Die maken specifiek veel chips voor die automotive-industrie. Dus die zijn extra hard geraakt. Maar ook in onze industrie, de orderboeken voor een Broadcom en een Qualcomm, de grotere partijen die toch de chipsets leveren voor access points en switches, die zijn voor de komende 2,5 jaar zitten die al helemaal vol. Dus als je geen voorraad hebt aangelegd, zoals wij dat hebben gedaan, heb je echt een uitdaging om producten te maken. En als je ze niet kunt maken, kun je ze ook niet verschepen. En dit is een serieus probleem, hè? Dus ik heb even wat nieuwsartikelen eventjes opgezocht.
Apple doet recordomzetten, maar ziet toch wel chipsetproblemen, hè, met het maken van de producten. Philips medische apparatuur. Zelfs de CEO van Intel heeft laatst gezegd, hè, toen hij in Maleisië was, dat hij verwachtte, dus dat de verwachting die hij uitspreekt als CEO, dat de chipsettekorten zeker gaan duren tot in 2023. Er zijn partijen die nu tegen hun partners zeggen, we hebben 13 maanden levertijd. 13 maanden betekent dat je dit jaar niet gaat leveren. Dat je dit jaar geen factuur kunt sturen naar je klant. Dat je dit jaar geen revenue en marges maakt. Dit is een serieus bericht. Dus ik kan me voorstellen dat er heel veel partijen zijn die hier toch zenuwachtig van worden. Er nachtjes niet van kunnen slapen. Hiervoor hebben wij die fast track promotie in het leven geroepen. Dus het is niet het hele portfolio, dat is ook niet mogelijk, want wij hebben nog steeds dezelfde, we leven nog steeds in dezelfde wereld. Hè. We hebben gewoon te maken met dezelfde uitdagingen die er zijn in deze wereld. Maar strategisch hebben we dat gewoon beter onder controle. Zoals ik net zei, we hebben R&D, we hebben de eigen fabrieken. Dus daar kunnen we veel beter acteren dan andere partijen. En we maken strategische keuzes in bepaalde producten die we in zo'n fast track promotie stoppen. Welke producten dat zijn, daar kom ik straks even op terug. Maar met de producten die we naar de markt brengen, kunnen wij er inderdaad wel voor zorgen dat we binnen 2 weken leveren. En dat ook nog een keer met een mooie prijs. Ja, dus er zitten ook nog een keer mooie discounts aan vast. Dus het is ook niet zo dat wij nu de prijzen opvoeren om dit te kunnen doen. Sterker nog, de prijzen binnen het Huawei portfolio zijn op sommige plekken iets gestegen, maar zeker niet de 15 tot 20% of zelfs wel meer wat we in de markt horen bij andere producten. Deze promotie hadden we in principe vorig jaar al, voornamelijk met producten voor het campusportfolio. Wat we nu in 2022 hebben gedaan, op deze promotie die nu in ieder geval tot half van het jaar loopt, hebben we dat uitgebreid. Dus we hebben iets meer componenten, lees wifi access points, LAN access switches toegevoegd in de promotie, zodat we iets meer kunnen doen. Maar we hebben ook een aantal routers toegevoegd. Core NetEngine 8000 routers, dus serieuze routers, een CPE, maar we hebben ook een aantal datacenter switches toegevoegd, waarmee je een volledige spine leaf constructie zou kunnen bouwen. Ik kom straks op terug wel eventjes welke componenten dat zijn. Dat doe ik al in de volgende slide overigens. Dus links is zeg maar de fast track promotie zoals we hem vorig jaar hebben gelanceerd en ook succesvol mee zijn geweest. De modellen die hier staan, die zitten hier nog steeds in. Dat hebben we uitgebreid met een x-aantal extra wireless LAN access points. Dus we hebben een outdoor access point toegevoegd. We hebben een tweetal wall plate access points toegevoegd. Een wall plate access point zijn van die access points die je aan op een inbouwdoosje, een elektra inbouwdoosje, aan de muur kunt monteren. En dan kun je buiten wifi functionaliteit in de ruimte, buiten de standaard bluetooth functionaliteit die erin zit, ook een x-aantal bekabelde devices aansluiten, omdat er ook een viertal poortjes op zitten. En een van de twee modellen heeft ook een poortje waar je PoE-out mee zou kunnen doen. Dus je zou daar bijvoorbeeld een IP-telefoon aan kunnen sluiten, of je zou daar een IP-camera op aan kunnen sluiten, een intercom. Nou, bedenk een omgeving waar dit handig kan zijn en het access point zit erin. Voor omgevingen die iets meer vragen, hebben we ook een 3-radio access point toegevoegd. Dus ook wat meer capaciteit in de mogelijkheden die we kunnen bieden binnen de fast track. Een aantal extra switches toegevoegd voor de campusomgeving om het wat meer uit te breiden. We hebben een wireless LAN access controller toegevoegd voor omgevingen die echt zeggen, nou, we willen echt on-prem wireless doen. Kan op verschillende manieren overigens. Hè. Dus we hebben access points in het portfolio, ook access points in deze promo, die als een soort met van leader AP kunnen functioneren. Dus dan zou je de wireless LAN controller functionaliteit van het access point kunnen gebruiken en daar een x-aantal andere access points op kunnen koppelen. Kan interessant zijn voor een kleine omgeving. Die zou je ook kunnen koppelen aan het cloud platform wat ik eerder heb beschreven. Je zou een grotere omgeving kunnen bouwen met richting 128 access points die je aan de cloud controller koppelt. Maar stel dat je zegt van nou, ik wil echt on-prem, dan zou je ook de controller kunnen gebruiken. En zelfs die controller in combinatie met de access point zou je weer kunnen managen vanuit de cloud. Componenten die we ook hebben toegevoegd zijn NA's of NetEngine routers in de 8000 serie. Twee modellen, een serieus grote en een modelletje wat er een beetje tussen zit. Nou, dit kan interessant zijn voor ISP's om hun netwerken op te bouwen.
We hebben een AR, een CPE toegevoegd, zodat je ook op de locaties daar de WAN-verbindingen kunt maken en zelfs stappen kunt gaan zetten richting SD-WAN. Vanuit de WAN-fabric, maar ook vanuit de Cloud Campus Fabric zijn er mogelijkheden om de combinatie te maken met het campus portfolio, lees de access points, de switches en de wireless LAN controller in combinatie met een CPE zoals deze en dan LAN-WAN converges in te gaan regelen. Zeker als je dit gaat combineren met firewalls van Huawei of zelfs als je componenten third party zou moeten managen vanuit het platform, zijn er mogelijkheden voor een MSP om dit op een goede manier te doen. Nou, als we dan nog een stapje verder gaan en dit maakt de Fast Track 2.0 wel echt bijzonder. Ook voor de datacenteromgeving hebben we een viertal switches toegevoegd, waarbij er één component is die je als spijn zou kunnen gebruiken met 32 poorten 100 gig. En een drietal die je als leaf zou kunnen inzetten voor 10 gig downlinks op basis van koper of electric, zoals we bij Huawei zeggen. Model waar we dat kunnen doen op basis van SFP Plus, dus gig of 10 gig met optics erin. En een model ook voor 25, dus SFP 28 eventueel. Dus ook daar zijn mogelijkheden binnen de Fast Track met producten die we na activering bij ons in het systeem binnen 2 weken kunnen leveren. Nou, waar kunnen we deze producten dan inzetten? Waar zijn deze producten dan zeer geschikt voor? Neem bijvoorbeeld een hotel, hospitality. Je zou kunnen denken aan die wallplate APIs bijvoorbeeld in een gastenkamer. Nou, dan bied je in de kamer meteen wifi functionaliteit. Je hebt meteen poortjes om smart display aan te sluiten. Je kunt er een IP-toestel op aansluiten door de PUI-out poort. Je kunt het als één omgeving managen. Je zou gebruik kunnen maken van wachtwoorden, maar dan private voor de kamer of voor de gast, zodat de gast ook zijn eigen devices op een veilige manier binnen zijn omgeving kan koppelen met elkaar en gebruiken, waar hij zich ook bevindt in het hotel. Gebruik maken van wifi ook, dus waar is Huawei groot in? Wij zijn groot in radio- en antennetechnologie. De meeste partijen kennen ons wel van 5G. Nou, ook in die wifi-standaarden zijn wij groot. Wij zijn sowieso al een drijver van die technologieën. Dus als je ziet de ontwikkeling en de standaardisatie van 5G, in die standaardisatiecommissies, daar zit Huawei volledig in. Maar ook in de standaardisatiecommissies van wifi is Huawei een belangrijke speler. Sterker nog, de standaardisatiecommissie van de IEEE voor de 802.11, zowel de AC, de wifi 5 standaard, of de AX, de huidige wifi 6 standaard, de voorzitter van die standaardisatiecommissie is een specialist van Huawei. En daar zitten wij in met partijen als een Broadcom, een Qualcomm, een Intel en een NTT. Dus de chipsetleveranciers van deze wereld. Wij zijn echt dus een maker van deze technologie voorwaarts. Sterker nog, we zijn al bezig met wifi 7. En op dit ogenblik hebben we al meer patenten gedropt voor wifi 7 dan dat we ooit voor wifi 6 hebben gedaan. Dus wij zijn echt bezig met de innovatie om die wireless technologieën die nodig zijn, voorwaarts, voor die IoT-explosie, ook echt te brengen. En de kennis en kunde die we hebben op dit gebied en de technologieën die we ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld op 5G, dus wat wij doen aan de buitenkant met het mobiele netwerk, die technologie brengen wij ook naar het portfolio voor wifi. Dus buiten de hetgene wat de wifi standaard al brengt, dus meer capaciteit, meer devices kunnen doen, met meerdere gebruikers MIMO gaan zenden en ontvangen, meer capaciteit, meer brandbreedte, lagere latency, dat zijn allemaal dingen die standaard in die technologie zitten. Wat wij ook nog een keer extra brengen, is de smart antennes die we hebben ontwikkeld. Waardoor we die beamforming technologie heel goed kunnen doen, waarmee we zelfs een groter bereik hebben in een omgeving. Dus gewoon een beter signaal kunnen leveren. Smart radio's die we ook nog een keer kunnen programmeren. Dus afhankelijk van welke kant je op wilt, de radio's kunt programmeren en kunt aanpassen op de omgeving. En diezelfde smart radio's ook gebruiken om bijvoorbeeld een technologie als Dynamic Turbo te brengen. Waarbij we daadwerkelijk door de lucht eigenlijk dezelfde QoS kunnen inregelen als we dat ook op een bedraadnetwerk kunnen doen. Dus ook met dezelfde levels bepaalde applicaties prioriteit kunnen geven, meer bandbreedte kunnen geven, zoals we dat ook op een bedraadnetwerk kunnen doen. En het ook over de hele linie kunnen inregelen.
Dus dat het voor een gebruiker niet meer uitmaakt of hij nou bedraad of draadloos verbonden is met zo'n netwerk. We kunnen voor hotels allerlei zaken inregelen om het ook te vereenvoudigen. Hè. Dus we kunnen portals inregelen dat mensen zichzelf kunnen registreren eenvoudig. Dat het wachtwoord automatisch, het persoonlijke wachtwoord automatisch voor ze wordt gegenereerd. En we kunnen ervoor zorgen met de cloud oplossing dat zo'n hotelketen ook al de verschillende locaties vanuit één platform zou kunnen managen. Dus dit zijn een aantal voorbeelden die wij voor hospitality zouden kunnen bieden met de producten binnen de Fast Track promotie. Geldt hetzelfde voor healthcare. Daar zien we ook een explosie aan IoT-devices. Denk aan bands of tags om armen heen. Denk aan tags op infuuspompen, zodat ze weten waar ze zijn. Het kan handig zijn voor verplegend personeel, waar ze weten waar de assets zijn. Het kan ook handig zijn als we het over een infuuspomp hebben, zodat de fabrikant van een infuuspomp weet waar ze zijn in het ziekenhuis als deze gecalibreerd moeten worden. Dat moet regelmatig gebeuren. He, dus meer efficiëntie, optimaliseren van de bedrijfsvoering. Daar worden dit soort technologieën zeker voor gebruikt. Denk ook bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, dwaaldetectie, valdetectie, op basis van real-time locatiedata bepaalde diensten kunnen bieden. Nou, dat is iets wat wij aan data kunnen leveren aan bedrijven binnen ons, technologiepartners binnen ons ecosysteem, om uiteindelijk ook de healthcare-omgeving echt te optimaliseren. Dus gebruik maken van het ecosysteem en de technologie voorhanden om daadwerkelijk meerwaarde te brengen voor onze eindklanten. En daar gebruiken we zeker wifi-technologie voor in onze switches. Ander voorbeeld is educatie. Wifi wordt daar steeds belangrijker. E-learning wordt steeds belangrijker. Slimme displays worden daar steeds meer gebruikt. Planning ook van de lokale. Ja, ook hier kun je op verschillende manieren gebruik maken van deze technologie. Zoals eerder al even gezegd, video wordt steeds vaker gebruikt. Hoge resolutie wordt video steeds vaker ingebruikt, ook in klaslokalen. Zeker in de afgelopen 2 jaar, waarbij in sommige gevallen de helft van de klas thuis zat in verband met COVID en misschien de andere helft aanwezig was op school. En zo'n leerkracht toch in ene met technologie te maken kreeg, die dan ook nog een keertje moet gaan functioneren. Hè? Dat was natuurlijk misschien al niet al deze personen heel erg technisch. En als het er ook nog een keertje niet lekker werkt, ja, dan hebben we een uitdaging. Daar moet je goed naar gaan kijken naar welke oplossing we daar neerzetten. En daar kunnen we zeker de oplossingen voor bedenken in combinatie van ons portfolio op wifi en ook switching. Als ik weer even terugga naar ons ecosysteem, dus er zijn ook partijen die gebruik maken van bijvoorbeeld real-time location data om te kijken wat de bezettingsgraden zijn van de klaslokalen. Wat zijn de bezettingsgraden van het schoolgebouw? We hebben natuurlijk een periode gekend waarbij maximaal 50% bezettingsgraad was gewenst in verband met COVID. Nou, daar hebben wij samenwerkingsverbanden met een aantal partijen die dit heel goed inzichtelijk kunnen maken. Gebruik maken van de data ruw die wij aanleveren, zodat zij het in de juiste context kunnen plaatsen, kunnen anonimiseren en er dus goede informatie van kunnen maken en inzichtelijk kunnen maken van wat is nu die bezettingsgraad. Grappig genoeg zijn er een aantal klanten, en in Holland is een voorbeeld waar we dat met Want to See You doen. Dus een hogeschool waarbij ze echt inzichtelijk konden maken dat het zelfs zo was dat die 50% bezettingsgraad niet eens werd gehaald. Sterker nog, het was maar 15-20%. Waardoor zij koppelingen konden maken met de planning tools en gewoon bepaalde lessen konden verplaatsen naar andere locaties en delen of hele locaties konden sluiten om er ook gewoon kosten te bezuinigen in deze periode. Dus daar konden ze gebruik maken van technologie om daadwerkelijk echt smart dingen te gaan doen. Dus in alle industrieën, in welke sector je ook bezig bent, bieden deze oplossingen echt meerwaarde. Nou, zoals eerder al even gezegd, ook voor ISP's is nu de Fast Track interessant. Een aantal routers toegevoegd in de NetEngine 8000 series, een CPE toegevoegd. En ook, als we meer richting datacenters kijken, ook qua datacenter portfolio een aantal switches toegevoegd. Waardoor de Fast Track promotie qua producten vollediger is. En misschien ook wel interessanter wordt voor partijen die geen gebruik hebben gemaakt vorig jaar van de Fast Track promotie. Nou, al met al is dit denk ik hetgene wat
fast track is. Wij kunnen dus daadwerkelijk de producten leveren voor welke omgeving op dit ogenblik ook die wij bedienen. In de hoofdsectoren waar wij als Huawei in Nederland op focussen. Dankjewel Dennis voor de uitgebreide informatievoorziening die je hebt gedaan, waar we het ook bij je kunnen toepassen. Nou, het was denk ik wel een heel duidelijk verhaal dat we kunnen laten zien dat we in de markt in ieder geval niet hoeven achter te blijven hè, met de problematieken die we op dit moment hebben. Zoals eerder gezegd, ik had het ook al in de chat vermeld, hè, als er vragen zijn, neem ze alsjeblieft even door. Even terugkomend op het complete webinar. Nou, we hebben gezien dat Huawei in ieder geval vrij sterk vertegenwoordigd is in de wereld. Een goede coverage, global gezien. Eigen R&D, research and development die we kunnen gebruiken. Waarbij we niet afhankelijk hoeven te zijn van andere partijen. En niet bestaan uit alleen maar acquisities. Maar puur ook luisteren naar de markt. Wat zijn de behoeftes? En met de kracht die ze op dit moment hebben, kunnen ze behoorlijk wat invullen. Kijken we even naar onze eigen lokale markt. Dan zien we dat we hier in Nederland samen met onze distributeurs ook die markt kunnen blijven voorzien van producten. Mochten er vragen zijn over van ja, wat valt er wel en wat valt er niet in de fast track. Die heb je net voorbij zien komen. Maar die kunnen altijd nog via onze distributeurs of via onze channel managers. Vraag het altijd na. Mocht het interessant genoeg zijn, kunnen we er altijd naar gaan kijken. Ook de fast track periode die we hebben van een eerste half jaar wil niet zeggen dat het na het half jaar allemaal direct wordt afgesloten en tot spullen dan wat moeilijker leverbaar zijn. Nee, absoluut niet. Maar we nemen het wel mee om een incentive eraan te plakken, om in ieder geval geluid te maken in de markt, tot we met hoe wij in ieder geval aanwezig zijn met de producten en niet op die lange levertijden hoeven te zitten wachten. Dennis die gaf ook net een paar seconden geleden ook aan van waar is de toepassingen voor aanwezig? Nou, dat heeft hij uitgebreid gedaan. Wil je dieper op de materie ingaan? Laat het inderdaad weten. Stuur een mail. Laat het via de channel managers weten. Of via de distributeurs. Dan weten we in ieder geval dat we daarop terug kunnen komen en dat kunnen invullen. Dan hebben we nog een aantal vragen voorbij zien komen. Die zal ik ook direct bij Dennis even neer gaan leggen. En de eerste vraag, Dennis, was van Hans Maatkamp. Kunnen de access points koppelen via een API van een andere firewall fabrikant? Fortinet als voorbeeld nam die. Kun je de firewall daarvan aan een Huawei access point plaatsen of toepassen? Nou, zeker als de access points gemanaged worden vanuit de iMaster NCI. En de iMaster NCI is de totaaloplossing voor de full life cycle management waar ik het eerder over heb gehad. Ja, die kunnen we on-premise neerzetten, dus die zouden we als een on-prem oplossing kunnen neerzetten. Die kunnen we als MSP-owned in de datacenters neerzetten van een MSP-partner. Dat kan voor de partner voordeel hebben dat het draait in Nederland. Hè, dus met privacygevoelige informatie kan je dan zeggen van alle gegevens van de eindklant, het verkeer blijft uiteindelijk op locatie. Maar goed, je zou kunnen denken aan configuratie van componenten. Je zou kunnen denken aan managementverkeer naar de devices, dat privacygevoelige informatie zou kunnen zijn. Nou, dan kun je aangeven dat het platform in Nederland draait zelfs. Of je kunt gebruik maken van onze Cloud Campus omgeving. Die draait overigens in datacenters in Frankrijk en deels in Amsterdam. Hè. Dus het draait binnen Europa. Dat is wel een platform wat door ons beheerd wordt. Hè. Dus daar zou de klant kunnen zeggen, het is een Chinees bedrijf wat het platform beheert. Maar weet dat er ook MSP's zijn die denken aan zo'n MSP-owned platform. Ja, dus dat zijn de drie deployment modellen. Nou, op dit platform, daar kun je alle devices koppelen die je zou willen managen. En vanuit het platform zijn er zelfs uitgebreide mogelijkheden om met open interfaces of APIs koppeling te maken met allerlei applicaties. Er zijn al iets van 650 applicaties beschikbaar die er al integraties hebben gemaakt op het platform. Maar deze interfaces zouden ook heel goed gebruikt kunnen worden voor andere applicaties of oplossingen om die koppelingen heel goed te maken. Dus ja, er zijn zeker mogelijkheden om dat te doen. En we kunnen naar Hans een document toesturen waar al die beschikbare interfaces ook duidelijk in staan beschreven. Zodat eventueel programmeurs daarmee aan de gang kunnen. Dus
daar kunnen we zeker informatie over hebben. Dus ik denk dat we die even met Hans eventjes offline verder moeten oppakken en die verder gaan invullen. Oké, bedankt. Bedankt Dennis voor het antwoord. Kregen we nog een vraag van Marciano omtrent de aantal producten die in de vangst straks staan. Die is hopelijk wel beantwoord. Ik had het nog even aangegeven wat Dennis aangaf. En hopelijk dat het duidelijk genoeg is welke producten dat zijn. Ja, ik kan er nog wel op reageren, want zijn vraag is eigenlijk meer richting server en storage. Dus de Fast Track promo zoals we vandaag de webinar hebben en aankondigen, dat is echt voor de networking portfolio. We zijn wel op dit ogenblik aan het kijken of we ook niet een Fast Track voor storage kunnen doen. En daar zijn ontwikkelingen. Dus ik zou dit eigenlijk als een teaser willen melden. We zijn ermee bezig. En verwacht binnenkort van ons een webinar en een introductie voor Fast Track Storage. Okay. Maar dat is wel een beetje een tipje van de sluier. Oké, okay. Nou, dankjewel. Verrassing wordt het dus. Ja. Dan hebben we nog een laatste vraag die we binnenkregen van Ronald. Kennen we special pricing op educatie? Nou, in het licht van de Fast Track promotie niet. Hè. Dus de Fast Track promotie heeft, noemen we terms and conditions. Hè. Dus er zitten bepaalde dingen zitten daarin. Dat is het select aantal producten wat we hebben. Dus de producten die we zojuist hebben genoemd. Daar zitten ook overigens die cloud licenties in. Om het even vanuit de cloud te doen. En er zitten ook wat opties voor optics en transceivers in. Dus je kunt een hele infrastructuur kun je bouwen. Die kunnen we binnen 2 weken leveren met de condities ook qua special pricing die hierop zit. Dus binnen de promo geven we al betere prijscondities voor alle industrieën die ik zojuist heb genoemd. Dus dat is al binnen de promo. Mochten er projecten zijn om wat voor redenen ook waar eigenlijk wat meer support nodig is vanuit Huawei, dan is dat proces er zeker. Dan verwachten we dat jullie ons daar vroegtijdig bij betrekken. En dan kunnen we jullie ook de juiste ondersteuning geven, zowel commercieel als ook qua oplossing om de juiste richting op te gaan. Dus als we daar kunnen teamen, dan hebben wij uiteraard een dealregistratieproces ingeregeld. En dan kunnen zowel onze channelmensen als onze commercieel verantwoordelijke mensen, als ook de mensen uit mijn team, solution mensen, voor het hele enterprise portfolio jullie daar ondersteunen. En ook de juiste prijzing geven die nodig is om het project met ons te winnen. En dat kunnen we ook zeker voor educatie doen. Oké, top. Goed om te horen. Oké, dan is het eigenlijk, dat waren de vraagstellingen die we voorbij hebben zien komen. Dan wil ik even voor Dennis onwijs bedanken voor de presentatie. Van zijn kant ook. En Leon voor de introductie. En dan zou ik zeggen, nou, ik hoop dat dit een waardevolle sessie is geweest. Webinar van onze kant uit, waarbij we ook de krachten van ons hebben kunnen laten zien. Mochten er hierna alsnog vragen zijn, schroom niet, stuur een mail, laat het weten. En dan komen wij daar sowieso op terug. In ieder geval wens ik iedereen een heel goed weekend alvast. Ik weet dat er nog veel gedaan moet worden. En graag tot ziens. Bedankt.